Dus we gaan naar de Wasstraat. We zijn 1 jaar. Geen aantekeningen. Ik heb zeker wat te vertellen. Ik ben bij de Dutch Design Week geweest. De Philips Big Data conferentie was. Hoe weet jij van al die conferenties? Ik weet niks. Maar we hebben een gemeenschappelijke vriendin. Ik moet even bij haar op de alertlijst. Maar goed, Big Data. De centrale vraag was eigenlijk voor mij in elk geval wat Big Data nou precies was. En te maken met websites en content en funda. Of, die hebben een heleboel gegevens over klanten of over huizen. Dat is een boel data, maar het is geen Big Data. Okay. Terabytes of petabytes. Ja. Goede naam trouwens. Het is vooral patronen herkennen. Ja, en met de massa bezighouden dan met individuen. Ja, en daar werd dus over gepresenteerd op de campus van Philips. Het lijkt net alsof je door een maquette heen loopt. Het einde van de presentaties vertelde daar de CTO van. Zij willen dus alle productjes die zij verkopen, koffiezetapparaten, tandenborstels, weegschalen. Willen ze allemaal voorzien van een IP-adres eigenlijk. Internet of Things. Ah. Precies, ja. Alles om je heen verbonden is niet alleen met het internet, maar ook met jouw persoon. Het is handig om apparaten aan het internet te koppelen. Daar kan je voor gebruikers toffe dingen mee. Maar als marketeer ook toffe dingen mee. Exact. Wat gebeurt er dan als in jouw Philips profiel het poetsgedrag van jouw kinderen komt te staan? Dat is toch een privacy issue? Die gegevens, die zijn niet van jou. Om een dienst af te kunnen nemen, moet je akkoord gaan met het geven van jouw informatie. Ja. Ik denk dat daar 2 soorten akkoord zouden moeten bestaan. Ja. 1, je betaalt voor de dienst. 2, ja hoor, ik wil gratis, maar dan mag je mijn data gebruiken. Ja, dus net als bij de Kindle, dan krijg je banners. In ruil voor die banners wordt jouw Kindle 2 tientjes goedkoper. Ik kan me voorstellen dat ik sommige apparaten online zou willen hebben. Ja. Ik wil helemaal niet dat bedrijven mijn data hebben. En dat gaf die CTO aan. Die data is waardevol voor ons. Bedrijven die daar wel geïnteresseerd in zijn. Data willen ze graag verkopen. Tandpasta, fabrikanten, ook verzekeringsmaatschappijen. Dus dan krijg je inderdaad massagedrag, wat in big data vorm natuurlijk reuze interessant. Je kan een gemiddeld risicoprofiel maken van een poetsende Nederlander. Maar je kan inderdaad ook zeggen van dat jij korting krijgt op tandheelkundige verzekering. Als je zo'n tandenborstel neemt. Stel je voor, zeg hé. Hey. Oh, het is echt wel Big Brother. Ik ben er nu mee bezig met mijn kind. Je wilt eigenlijk een e-mailtje krijgen als ze niet haar tanden poetst. Nee, dat wil ik niet. Ik wil haar leren zelfstandig te zijn. Ja. De verzekeringsmaatschappijen die zijn natuurlijk op zoek naar risicovermindering. Ja, laten we eerlijk zijn. Hé, hey, wil jij er zeker van zijn dat het tarief hetzelfde blijft? Dan moet je deze tandenborstel gaan gebruiken. Ze hebben nu die lampen, die zijn nieuw van Philips. Wifi-verbinding. Dus die kan je van een afstand beheren. Die kan je een beetje slim programmeren. Die zenden hun gegevens wellicht ook gewoon naar Philips. Zo. Ja, en zo zit het ook met de Nuon die smart meters gaat installeren. Dat zijn ook allemaal dingen die over het internet jouw gedrag eigenlijk aan het zenden zijn. Nou, maar ik vraag me ook af, waarom zou je dat willen als bedrijf? Zou het nou echt tot revolutionaire inzichten komen die je met een beetje gezond verstand niet kunt achterhalen? Nou, dat is een beetje de achterliggende gedachte van Big Data. Maar poetsgedrag samen met het weer. Het is lekker weer, dus mensen stoken minder. Damn, daar heb je een slimme meter voor nodig, ja, zeg. Ja, maar het is ook het idee dat je alles moet meten en dat het tot unieke inzichten leidt. Dat is zo'n onzin. Goede designers die de juiste vragen weten te beantwoorden. Als je namelijk niet het juiste probleem hebt opgelost en dat ga je lopen meten, dan ga je de niet juiste oplossing perfectioneren. Ja, het is belangrijk om te meten. Goed design is veel belangrijker. Dus nee, kijk, de auto van degene die we net bedoelden. Is het niet nodig? Er wordt een bekende voorbeeld van Google in plaats van gewoon een ervaren designer zijn werk te laten doen, hebben ze onderzocht welke van de 50 verschillende tinten blauw nou het beste was. Oké. Het is toch een waste of time. Oh. En ik heb het ook wel bij klanten gezien, die dan heb je een bestelflow die helemaal ramvol zit met opties en dingetjes. En van ja, maar dit knopje leverde dat een doorklikverhoging van 1% op. Ja. Maar nu al die dingen bij elkaar zorgen misschien weer voor een verlaging. Daar heb je goede designers nodig. Misschien is minder soms wel beter. Ik wil graag de basis was, alsjeblieft. Wat we allemaal mislopen is de wax, bodem. Oh, de bodem wordt dan ook gereinigd. We zijn dus inmiddels in de Wasstraat. En in zijn vrij. Zo. Nou, Wasstraat. Feedback. Feedback. Hoop feedback gekregen. Jongens. Dat kwam door Jeroen, die erbij was. Er werd heel positief op gereageerd. Er was ook een collega die zei, wie was die kerel met vervelende ideeën? Weet je, wij zijn altijd heel kritisch op advertenties en op... En hij is juist een voorstander daarvan. Ja, en ik vind dat je moet juist altijd je ideeën toetsen aan andere disciplines. Pak gewoon zo'n clipje uit de Wasstraat en laat het zien. Moest wel wennen, eerlijk gezegd. Ja. Het is ook echt wel een praatvraag. Een mediatrainingje misschien wel gehad. Ja, Jeroen, zeg eens eerlijk. Sorry, ik ben weer gewapend. Nee! Alleen nog kleiner. Oh, gevaarlijk.
Oh, we zitten vast. Hebben jullie allemaal dank stil. Procesverbaal gekregen? Moet je wel voor de rechter verschijnen. Maar daar heb ik nog niks van gehoord. Ik heb... Maar volgens mij is het helemaal geen verboden wapen. Het gebied waar we in reden, dat was veiligheidsgebied. Dat is my neighborhood, hè? Daar woon ik. Ja, precies. Je hebt daar messenverbod. Dus alle zakmessen zijn geen wapen. Het idee is wel om af en toe iemand uit te nodigen. Ja. Er zal niet een of andere droplul komen zitten. Iemand dat wordt die niet een totale minimalist is of maximalist. Skeuomorphism een goed idee vindt. Nou ja, de skeuomorphism, meneer Van Heppel, die is ontslagen. Ja, het is dat je bijvoorbeeld de agenda-app op de iPad, dat daar zo'n leren randje omheen zit. Mensen moeten met een nieuwe interface omleren gaan. We gaan elementen uit de bestaande wereld gaan we in die interface stoppen. Dus op zich een goed idee. Het wordt minder nodig en functionelere vormgeving gaan doen. En terecht, daar is veel weerstand tegen. Ja. De camera wordt weer even op het raam gemonteerd, kant B. En de ster wordt rechtgezet. Nu is Joni Ives, de designer van de hardware, is nu ook verantwoordelijk voor het design van de software. Dus ik denk dat de software van Apple extreem gaat veranderen. Ze doen altijd kleine verbeteringen, hè? Net zoals Adobe, die doet het ook. Voor €1000 maar krijg je deze fantastische feature die je €1000 gratis. Ik heb trouwens de keynote van Apple nog gezien. Ik kijk vooral naar hoe Tim Cook, hoe hij praat als Steve Jobs. De superlatieve inderdaad. Hij praat ook alsof hij tegen hele kleine elfjes praat. Kijk er naar met de blik van hoe wordt hier gemanipuleerd. Ja, ik ben in shock van de kritiekloze fanboy. Goede designers die dan ineens veranderen. Ongelooflijk, dit is weer een kleine iPad. Alsof er een klein schattig puppy de ruimte inloopt. Je krijgt van hoe Tim Cook dan ook probeerde Steve Jobs na te doen. Ja. Hij faalde daar wel een beetje. Maar het is een maniertje die blijkbaar heel effectief en heel werkt als mensen. Het hele concept van het evangelisme. Kijk, evangelisme is dat je mensen goede dingen wil laten doen. Sales is dat je mensen jouw product wil laten kopen. Evangelisme is denk ik dat je ook echt gelooft in je product. IE9 is de allerbeste browser die er ooit is gemaakt. Dat is onwaar. Ja, dat is gewoon harde sales. Want dit zeg ik, want dat is goed voor het bedrijf. Maar er zijn natuurlijk ook crossovers vanuit de religie. Nou, soort van. Ja, daar lijkt het ook op natuurlijk. Ik weet niet of het dommigheid is. Ik denk wel dat er gewoon manieren zijn om ook hele slimme mensen te weten overtuigen van iets wat... Goed, dat is bijvoorbeeld wat marketeers doen inderdaad. Heel veel mensen die wij kennen vanuit bijvoorbeeld open source, die zijn daar heel erg wars van. We gaan eigenlijk een ongelijke strijd aan. Ik kan best wel op die manier communiceren, als je maar de waarheid zegt. Ik heb de laatste tijd heb ik wat lopen filosoferen over een goede webdesign tool. Als je kijkt naar front-end development, hoe zit dat technisch nou? Hoe werkt dat eigenlijk? En er zitten een aantal lagen zitten daar. Je hebt de contentlaag, dat is de tekst bijvoorbeeld. Die tekst staat er, krijgt iedereen te zien, ongeacht het apparaat wat je hebt. En als je een wat modernere browser hebt, dan kan je meer zien. De typografie wordt ook wel gezien als de basis van de vormgeving. Letterkeuze, de fontgroot, die bepalen eigenlijk de layout. Uit die typografielaag volgt bijna vanzelf de layoutlaag. De kolombreedte van je website, die is gebaseerd op de ideale regellengte. En daarna heb je eigenlijk pas de paintlaag, dus dat is de verflaag waarbij je dingen mooi gaat maken. Ik denk dat er een tool te maken is die volgens dat principe werkt. Andere design tools die we momenteel gebruiken voor webdesign, die werken precies andersom. Kijk naar de websites die we bouwen, blokjes, en daarin proppen we de content. Ik denk dat als je dus begint met de content vorm te geven en daaruit vanzelf eigenlijk de omringende componenten laat ontstaan, dat je een veel logische site krijgt. Waar vindt de interactie dan, waar heeft die dan een plek? Ja, zo'n webdesign tool zou zeker ook nog interactielagen moeten aanbieden. Je bent de mouse-overlaag vergeten. Hoe ziet het eruit als iemand met een dikke vinger hierop klikt? Ik had het er met Bas Poppink over. Die zei, het lijkt eigenlijk een beetje op klassieke DTP. Maar DTP, dat is echt eigenlijk voor print. En ik had hier een stukje over geschreven. En kwam ineens allemaal interesse vanuit Adobe. Dat vond ik wel grappig. Onze andere collega, Henk Heijma. Ja, onze Principal Art Director. Principal Art Director. Die heeft jouw artikel ook als aanknooppunt gebruikt voor een presentatie die hij bij de Dutch Design Week
Ja, ik Ghost zag het. Digital. Ik vond het grappig. Ik heb zijn video gezien waarin hij inderdaad zegt van, dit heeft een collega van mij verzonnen. Dit had ik natuurlijk moeten verzinnen. Hij klonk niet jaloers. Ja, dit is eigenlijk ook een hele goede manier om digitale content te benaderen. Maar ik merk dat juist in de designwereld, dat het echt ook wel een andere manier van nadenken is over hoe je je design tot stand brengt. Ja, je benadert je design heel anders. Het is een enorme samenwerking tussen de klassieke designregels die er eigenlijk al jaren zijn. En de techneuten, dat we kijken van hoe gedragen die regels zich in een fluid omgeving. Hè? Want het web is gewoon, je weet niet hoe groot een website is. En die samenwerking tussen klassiek design, andere discipline, dat vind ik heel mooi. Daar wil ik ook aandacht aan besteden. Ik wil bestuurslid gaan worden van Frontier. 21 november is die verkiezing. Iedereen stemmen. Kom daar naartoe en kies op mij. Ik wil twee dingen doen. Onderwijs wil ik verbeteren. En ik wil graag de samenwerking tussen de verschillende disciplines, ideeën van elkaar opdoet. Nu zijn heel veel, vooral design, heel erg versplinterd in verschillende vakgebieden. Specialisaties beginnen zich af te tekenen. Is dat wel goed eigenlijk? Aan de ene kant wel. Hè. We worden gewoon beter in ons vak. De specialisten die kijken nogal naar zichzelf. Terwijl ik denk dat wij heel veel kennis hebben die super interessant is voor de vakgebieden die er om ons heen liggen. Zo. Andersom ook. Bijvoorbeeld het idee over die grids, oude typografische ideeën. Dat is gewoon heel erg goed om die bij klassiek design vandaan te halen. Ja. Dat kan ook. Dat geldt eigenlijk ook voor content. Ja, wij vullen onze website maar een beetje, maar we weten eigenlijk niet hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Ja. Het schrijven van boeken, kranten, magazines, etc. Dat bestaat al jaren. Dus die wisselwerking, dat is iets waar ik vanuit een wat invloedrijkere positie wat aan gaan doen. En vooral een positie waar ik heel veel kan delegeren. Dat is weer de Griekse invloed. Ik was ooit een runner voor een serie. Als runner, dan werk je echt keihard. Dagen van 18 uur, 6 dagen in de week. 1 weekje vrij en toen was ik even naar Griekenland gegaan. Kwam ik daar bij een oom van mij. Ik vertelde hem vol trots hoe hard ik aan het werken was. En hij zei, wat heb ik je al die jaren geleerd? Je bent een schande voor de familie. Ik heb je altijd geleerd om niks te doen. Cultuurverschil. Ja, dat was inderdaad wel een goeie. De Dutch Design Week Goes Digital. Er was een presentatie van Media Monks. En die zeiden van, oké, we hebben Dutch Design. Nederland staat daarom bekend. Maar hoe zit het eigenlijk digitaal? Nederland staat digitaal qua design gewoon niet op de kaart. Nee. Wat wij tegenkomen is dat onderwijs erin eigenlijk blokkeert. Overgrote deel van de stagiairs die langskomen, die hebben geen computer, maar die hebben een map bij zich. Posterdesigns, afdrukjes van websites. Ze laten op geen enkele manier zien dat ze digitaal in handen hebben. Onderwijs, wat die ze ook leert, met een computer kan alles. Designvak bestaat er dat je geen rekening houdt met de mogelijkheden en de restricties van het materiaal waarmee je werkt. Ja. Behalve in digitaal wordt dat actief onderwezen. Als je gaat nadenken over wat er niet kan, dan word je beperkt in je creativiteit. Ja. Ik snap daar niks van. Mensen gaan helemaal los en fantastische dingen verzinnen en dan blijkt het helemaal niet te kunnen. Tuurlijk kan je, je kan extreem ver gaan. Heel vaak wordt fantastische architectuur wordt dan genoemd. Ja. Dat soort gebouwen maken we helemaal niet. We maken rijtjeshuizen over het algemeen. Ik heb het er wel eens met mensen van de Hogeschool van Amsterdam over. Daar zijn ze trouwens actief bezig. Studenten komen bij ons, je vergeet maar alles wat je geleerd hebt. Dat is echt, maar ik vind het ook oplichterij. Kinderen leren niks. Vormgevers die nog nooit van grids hebben gehoord. Het slaat nergens op. Dit is inderdaad zeker nog iets waar we op terug zullen komen. Oh, zeker, ja. Er zijn voornamelijk heel veel mogelijkheden daarom nog. Heel veel. Oké, stel dat we daar nu mee beginnen. Weet je wanneer dat resultaat heeft? Over 4 jaar. Die mensen moet ik ontmoeten. Ja, het is zeker het bekijken waard. Hey, was er leuk? Doei!